Voordat we beginnen aan een video. Ik ben 3 maanden te laat. Deze video is 3 maanden geleden opgenomen. Wel. Ja. Ik heb ook geen excuus. Maar beloofd is beloofd. Ik zou nog een New York vlog posten. Ik zei alleen niet wanneer. Oh, ik ben echt vies ook. Ja, ik heb de hele dag geëdit. Ik ga over 4 dagen vechten. Ik ga voor 4 dagen fucking kick. Ik heb nu 3 maanden lang hier zo fucking hard voor getraind. Ik had ook verwacht dat heel veel mensen in mijn omgeving wilden komen en mij wilden supporten. Maar dat valt best wel mee. Niet heel veel mensen zijn geïnteresseerd in een kickboxwedstrijd blijkbaar. Maar als jij wel geïnteresseerd bent, zou me echt... Kan je een kaartje kopen. En daarna gaan we chillen. De link van een kaartverkoop zet ik in de omschrijving. En je kan het ook altijd vinden op mijn Instagram. Oh ja, ik vecht rond 5 uur. Trouwens, ik ben nu ook al tegen wie ik vecht. Oh, het is zo spannend. Zij zit nu waarschijnlijk thuis van... Ah, oh, Rachel John, I'm gonna kill her. Yeah, she's gonna die. Oké. Dit is ook weer zo random. We gaan door met de New York vlog. Dit heeft er ook helemaal niks mee te maken. Oké. Good morning. Ik dacht ik ga een weekendvlog maken in fucking New York. Dit is mijn uitzicht. Kamer is echt een fucking mess. Elke ochtend krijgen we ontbijtbags met daarin overnight oatmeal. Ik weet niet waar ik dit laat zien. Ja, maar dit is het leukste gedeelte van New York, mijn ontbijtbag. Ik heb ook dit gevonden. Die open haas. I'm waiting for you. I know, baby girl. I try my best. Anyway. Ik draag dus nu een Balenciaga tas en Balenciaga is dus helemaal gecanceld. Maar goed. Je kan niet alles hebben. Een witte grote Bobby. Ja. Zelf bruiner for life. Ja. Vandaag heb ik echt geen goede dag uitgekozen om te vloggen. Ja, het gaat niet om het weer, hè, je vlog. We zijn ook een hartstikke leuke wedding game aan het doen tegen je Uber. Hoe leuk is dat? Wil je vandaag gaan vloggen? Ik ga dit weekend vloggen. Het is een weekend in New York. Voordat je er begonnen, je camera lag. Ja. Hoezo film je zo dichtbij? Ja, maar dat is jouw mooiste hoek. Zo, eens naar buiten. Dat is ons mooiste hoek. Altijd nice die file zo. Hey guys, ik ben Flaw. Hey guys, ik ben Rachel en ik had vanochtend kak in mijn handen. Echt heel kut. Nu ben ik helemaal gaan spreken. Dus heb ik wel dat je dit niet doet. Wat niet doet? Vloggen. Dus het gaat nooit meer gebeuren. Verenigde Staten, Nederland kijken, want de Verenigde Staten is fucking slecht normaal. Two goals, one T. One T? Yes. Is het, ja? 2-0, motherfuckers! 2-0! Nog voor de 2-0! Oh, ja! We zijn de enige Nederlanders en we lopen achter. Oh, ja. Daarna gingen Marijn en ik eigenlijk weer terug naar het hotel. We waren moe. Hier ben ik aan het werk of zo. Working girl. In de avond gingen we echt fucking lekker uit eten. Gingen we nog drankjes doen. Ik werd ongesteld en ik had echt buikpijn. Ja, dus ik ging eerder terug naar het hotel. En blijkbaar heb ik dus echt de avond van mijn leven gemist. Ik ben ongesteld geworden vandaag, dus ik had even niet zo heel veel zin meer in. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Misschien gaan ze uit, misschien niet. I don't know. Ik wil morgen denk ik lekker in de ochtend een Pilates lesje volgen in New York. Oh gosh, ik schaam me echt voor de beelden die zo gaan komen. En daarna ga ik naar de kapper, want ik moet mijn haar echt wassen. Maar ik heb dus allemaal schilfertjes, omdat ik niet mijn huid, hoofdhuid in olie, waardoor ik dus nu een best wel een droge hoofdhuid heb, waardoor ik dus allemaal schilfers krijg. Dus dat ga ik even doen. Kennen jullie die meme van Bella Hadid dat ze in Parijs is en dat ze dan een Frans accent nadoet? Everyone is the best and this collection was to die for, no? Oké, zeg maar, basically, dat ben ik in New York. Ik heb ook een soort van obsessie dat ik in het buitenland heel graag een local wil zijn. Ja. Ik kan mezelf gewoon niet stoppen. Het is echt heel ongemakkelijk om nu terug te kijken. Good morning. We gaan nu naar een Pilatesles in New York. Ik weet niet waarom ik hier zo gelukkig van word. Met mijn waterfles.
And I'm so excited for it. I'm excited to work out. Do I look like I live in New York? Yeah. Yeah? Yeah. Yeah, that's my main goal. Cool. Wait till I have you. Klaar met mijn workout. Hashtag ready to start to die. Oh my god. Nu ging ik nog even wat kater snacks halen. Want ik voelde me weer helemaal de mam. De Pilates mam. We hebben geen ontbijt bij het hotel. Dus ik heb wat dingetjes gekocht. Zodat, you know, dat ontbrakken wat sneller gaat. Ik weet niet of dat een woord is. Maar vanaf nu is dat een woord. Fucking New York. Ik vlog en ik ben gewoon in New York. Ja, ik wil hier echt. Ik vind dit zo cool. Hey. Hey Toetje. Hey. Heb je hem aan laten doen? Nee, nog niet. Oh mijn god, ik heb je eten gehaald. Oh my god. You're amazing. Ik ga snel douchen en dan ga ik naar de kapper. I had that before. When I have my bleached hair, my hair just doesn't. Ja, waar we met. Ja, ik heb vannacht drank besteld met iemand en ik zei dat het geld moet op. Nu is mijn geld op. Dat was dat drie bako. Ja. Het is echt een heel raar idee dat jullie gewoon de hele nacht. We hebben heel fucking New York gezien, want we konden niet in de Uber, want ze hadden ons kotsen. Echt? Ja. Waarom weet jij niks meer? Nee, de laatste half uur zijn we gehad. Kijk. Hey, here she goes, either a little too high or a little too low. Why are you filming? Zo, daar heb je een We gaan nu naar een NBA-wedstrijd. Ah! Nee, we zijn nog helemaal niet in Times Square geweest. Ja, dat moeten we even doen. Kunnen we vanavond doen? Even er langs. Dit is ons avondeten. We wilden eigenlijk pizza eten, maar er stond zo'n fucking lange rij. Dit was $20. Het is echt letterlijk alsof je een videogame bent. Als je nog geen ADHD hebt, dan krijg je het wel. Kijk lekker op prikkels. Ga heel lekker op prikkels. Dat is lekker mannen aan het spotten hoor. Oh, deze mannen zijn niet normaal. Ja, ik glij bijna van dit bankje. Kijk, allemaal 2 meter. Is dat een kleine bier? Dat is het enige. Zij smal. Dit is gewoon bijna mijn hoofd. Wat je ziet, wat denk ik dat jij betaalt voor deze vier dingen? Nee, 50. 57. Nee! Oh, shit. Nou, jij zit zo dichtbij. Ik ben echt fucking dik. Ik heb namens in. Ik zie verliezen nu, ja. Ik ben allemaal niet van die pushies gewoon. Nee, dat als voetbal gaan ze altijd liggen huilen. Ik vind dat zo vreselijk. Ja, hier vallen ze en geven ze elkaar een hand. Dan halen ze elkaar omhoog. Ja, ja. Ja, en dan pijpen ze een beetje. Ja, handje klap met poep daarna. Ja. En dan denk je, ja. Ja, ik denk, weet je wel. Gewoon lekker. Het is gewoon leuk ook dan. Het is gewoon gezellig. Ja. Dat doen ze niet altijd. Hockey? De hockey doen ze nog niet. Doen ze alleen in de kleedkamers. Ik zou echt op die hockeystick gaan zitten. Wat? Sam. Today was a good day. Times Square time. Dat? Ik weet niet wat ik zei. We gaan nu naar Times Square. Waarom ook? Ja, het is oké. Oké, we nemen de 6. Raspberry? I'm over here. Here. Can I have the glazed lemon, Phil? Yes. Zullen we deze ook ontvangen? Ja. Get it. Somebody buy it, we give him a share. Oh, I want one. What? I want a big apple donut. No, it's good like this. Yeah, she gets enough attention. You want it? No, the attention is enough now. Can I play with car? Yeah. Oh, what do we? Ding. Zo. Tada. Nou, die is open. Heel aesthetic. Wauw. Oh. Oké, let's go. Oké, kom. Ik begin. Ja, okay. Ik wil allemaal een slecht hapje. Camera. Thank you. Ik
lime, lemon, het minst. Ja. Ja. Ik vond raspberry het lekkerste. Ik ga nu slapen met dit ding op. Ik hou van jullie. Zo. Ja, ik ben echt heel wit. Gooi je spray tan op je. Oh, ik lig met die mannen natuurlijk. Hoezo hebben die mannen de spray tan? Omdat die ook wit zijn. Oké, maar jongens, vandaag is een What I Eat in a Day. Ik ben de dag iets later begonnen. Vandaag wordt best wel een chill dagje in New York. Omdat we hebben gisteren best wel een intensieve dag gehad. Dus we gaan iets rustiger aandoen. We gaan naar Chinatown. We gaan naar een soort van lichtshow. Een appartement zoeken. Want we hebben nog geen appartement voor de laatste 2 nachten. Dat is basically dakloos. Abonneren op dit kanaal. Dat zeg ik echt nooit. Oh, ik moet echt nog wakker worden. Hup. Ik wil vandaag een blouse aandoen. Do you want water? It's fine, I can. Okay. Really like to drink out of my water bottle. It's a very nice bottle. I've seen ones like that before. They're very cute. Yeah, thank you. Nou, ik ben dus niet degene die echt dingen inplant, dat spray. Maar tegenwoordig heb ik een taak en dat is lunchplekjes vinden. Want ik heb echt de lekkerste ever. Als je ooit in New York bent, moet je echt bij Two Hands gaan eten. Maar nu gaan we dicht bij ons. Misery. Even ontbijten. Vandaag wordt een food day! Yeah! Ik ga denk voor een burger. Burger? Een modelburger. You crazy. Nee, crazy girl. Crazy, you crazy, crazy girl. Zo groeten. Oh, holy shit. Hello, Ramona. Sam, ik heb wel iets voor jou uitgezocht. I wanna see it. Oh, mag nou? Oh, deze is leuk. Die is leuk, probeer die. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Ik wilde bubble tea en ik weet niet zo goed wat ik nu heb gekregen. Dit is geen bubble tea. Dit is wel lekker. Wil je proeven? Nee. Dit is niet goed. Zo, alsjeblieft, doe nou voor mijn vlog. Komt er wel poep door het rietje? Dat is die bubble tea. Nou. En dan nog een slok nemen. Oké, de mond is gelijk zwart. Zijn mijn tanden nu ook zwart? Wat is dit? Ja, er zit ook wat tussen. We gaan naar Broadway. Jij wilde heel graag naar Chinatown en nu zijn we er en nu moet ik weer weg. Sam, we hebben echt 50 meter gelopen. Ja. Deze 50 meter leek op de elke meter hetzelfde. Dat is wel waar. Ja, ik zei toch niet dat het leuk ging worden? Rachel is een vlogger die dan tijdens het gesprek alleen de eigen gezicht filmt. Jongens, als jullie een gesprek hebben, dan film ik zo. Ik film nu even terug. Nee. Ik vroeg om een sigaret. Nee, ik vroeg helemaal niet om een sigaret. Nee, net toen de camera uitstond, jij om een sigaret. Kijk, maar kijk, ik ga nu niet nu ineens weer zo doen, want de vlog gaat toch om mij, niet om jullie. Ja, oh mijn god. Oh mijn god. Oh. Het maakt een hele leuke grap, alleen die toeter ging er zo hard doorheen. Zou ik hem maar herhalen voor je vlog? Moet je jezelf dan wel filmen? Ik wil wijn drinken, ik ga in een wijnkelder drinken. Kom wel, af en toe langs hoor. Hoe lang is dit lopen? Ja, in deze buurt had je echt een fucking leuke winkels. Nee, dus, ja. Ik vind het wel leuk, want dan hebben we ook China ja. gezien. Oké, okay, follow the leader. Verstraaien. Ja. Ja. Dan, dan. Van die schoolbus daar. Echt? Ja, ik heb het gevonden. Oh, wat nice. Oh, Rachel was er okay, voor ons bij. Dit is fucking goor. Dit is fucking goor. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. Hey, daar ben je lekker shippy hoor. Nom, 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 nom. Jullie proosten, omdat ik echt jullie allemaal leuke mensen vind. Waar zijn wij nu? Mr. Purple. Mr. Purple. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it.